laten ze nog heel lang werken. Als je 65 bent, dan halen ze je weer van stal. Een trucje van die Donner en Peter Jan die andere kwal. Een trucje van die Donner en Peter Jan die andere kwal. Ja, dat was al heel spoedig. Zeg geld meer, deze man is helemaal blut. Te oud voor het werk en te jong voor de fut. Helemaal blut en mijn laatste loog gaf ik aan die schat waar ik samen mee woon. Bezig om duidelijk te maken wat wij vinden dat er met die AOW moet gebeuren. En dat is weinig, want wij willen dat 65 jaar de datum is, de leeftijd is. Ik heb het persbericht ook bij me van de laatste opiniepeiling. 60% van de Nederlandse bevolking is tegen verhoging van de AOW-leeftijd. En die vertegenwoordigt u hier vandaag. Maar er staat nog iets heel moois in. 4 op de 10 Nederlanders willen ook in actie komen daarvoor. Daar is vandaag van jullie uit een mooi startsein voor gegeven, voor die acties. En maar liefst, ik lees het even voor, verwacht het onderzoeksbureau dat 1 miljoen mensen ook in actie komt als bonden of politieke partijen daarom vragen. Ja! Dat dacht ik ook. En dan krijgen we misschien wel meer dan 1 miljoen mensen op de been om die achterlijke plannen om de AOW-leeftijd te verhogen van tafel te krijgen. Ik ben oprecht blij dat de bond in de SER de rug recht heeft gehouden. Stel je voor dat dat niet zo was, dan hadden we hier nu niet gestaan en misschien met een compromis gezeten wat we niet hadden gewild. Ik ben er trots op dat wij een vakbeweging hebben in Nederland die zegt 65 blijft 65 en daar pal voor staat. Ik ben er trots voor dat in Nederland mensen in actie komen als iets waar we met z'n allen ooit voor geknokt hebben afgebroken dreigt te worden. Want wat hier op het spel staat is niet zomaar iets, het is de erfenis van Drees. En de erfenis van Drees laten wij niet bij het grof vuil zat zitten, dacht ik zo. Yo! En je ziet dat het kabinet nu komt met deze maatregel omdat het crisis is. Ik noem dat crisisbedrog. Crisisbedrog, omdat het helemaal geen ene sodemieter met de crisis te maken heeft. Ze zien gewoon een kans om deze verworvenheid om zeep te helpen. Want dit gaat helemaal niet helpen in de crisis. Dit is alleen maar omdat ze geld willen zien en geld in het laadje willen. En dan kiezen voor deze bezuiniging. Terwijl ze ook voor hele andere bezuinigingen zouden kunnen kiezen. Maar dat lef hebben ze niet. Laat de rijken de crisis bepalen. Laat de rijken de crisis bepalen. Dat is wat we willen. Voor een toekomst moeten we vechten. Ook onze kinderen hebben rechten. We laten ons niet meer misbruiken. Leven de revolutie. Laat de rijken de crisis betalen. Laat de rijken de crisis betalen. Laat de rijken de crisis betalen. Dat is wat we willen. Ja. En dan mag dat verhaal van de gebroeders De Wit al een beetje afzwakken. Maar je kunt het wel achter de hand houden. Jongelui. Pensioenopbouw te schrappen voor 2 jaar. Maar de hypotheekrente aftrek. Daar mogen we natuurlijk allemaal niet aankomen. Het is een schande. Je kunt wel merken, als je 65 bent, laten ze nog heel lang werken. Als je 65 bent, halen ze je weer van stal. Een trucje van die Donner, een Peter Jan die andere kwal. Een trucje van die Donner, een Peter Jan die andere kwal. Maar we pikken deze streken niet, we laten het niet gebeuren. Doe jij die ouwtjes dat verdriet, dan zal het ze betreuren. We trappen jullie uit het binnenhof, waar je nu nog op het plussen zit. Onderga dan maar hetzelfde lot als de gebroeders De Wit. Ja. Misschien heb ik een paar collega's van Q8 gezien. Het is heel goed dat die mensen allemaal hier toch bij elkaar gekomen zijn. Maar het is wel waar, het grootste gedeelte wat hier staat is van de Shell. En als ik zeg 31 oktober 2005, dan zouden jullie allemaal moeten weten dat dat de dag was, en het moment was waarop we hier de zaak in actie hebben gebracht om onze pensioenregeling hier te redden. Wie weet dat allemaal nog? En wat Willem al zei,
Als we deze regering zijn kans laten gaan, dan weet dat dus dat die hele pensioenregeling weer op het spel staat. En dat we dus opnieuw van voren aan kunnen beginnen met die acties. En dan vraag ik jullie, zijn we dat van plan? Ja! Het is de hoogste tijd dat jullie er zijn en het is goed dat jullie er zijn. Want het is net al gezegd, het wordt volstrekt helder wie de crisis gaat betalen. De gewone mensen gaan de crisis betalen. En dat pikken we niet, dacht nee. ik. No way! Ik heb al menig debat gevoerd met dit kabinet. En het ziet er echt naar uit dat ze weer gaan bezuinigen op onderwijszorg en de AOW-leeftijd gaan verhogen. Dus de schuldigen, die blijven buiten schot. De bonusjagers in dit land blijven zichzelf gewoon verrijken. En de gewone mensen, die mogen bloeden voor de crisis die zij hebben veroorzaakt. Ze blijven snel hun zakken vullen. Over democratie aan het lullen. Ze willen redden hun kapitaal. Regeren, dat willen ze allemaal. Maar wij willen wat anders. En dat is het volgende. Laat de rijken de crisis betalen. Laat de rijken de crisis betalen. Laat de rijken de crisis betalen. Dat is wat we willen. Laat de rijken de crisis betalen. Laat de rijken de crisis betalen. Laat de rijken de crisis betalen. Dat is wat we willen. Ze blijven snel hun zakken vullen. Over democratie aan het lullen. Ze willen redden hun kapitaal. Regeren, dat willen ze allemaal. Maar laat de rijken de crisis betalen. Laat de rijken de crisis betalen. Laat de rijken de crisis betalen. Dat is wat we willen.